Oké, we zijn hier bij officieel de Berg van de Zaligsprekingen. Maar we gaan niet naar die Berg van de Zaligsprekingen, maar we gaan een wandeling maken. En dat is toch wel even heel bijzonder, want kijk wat een prachtig uitzicht we hier hebben. En hoe helder het is. De zon schijnt. Aan de ene kant het meer, aan de andere kant de vallei. Nou, dus als je enig idee wil hebben, waar je het moet aan moet denken, dat Jezus hier ook echt wandelde met zijn discipelen. Precies dat is wat wij nu doen. Jody gaat ons meenemen naar een plekje dat heet Tapga. Maar dan ook niet het officiële Tapga, met die oude basilieke kerk. Maar... Nou ja, dat ga ik zien.